In het vluchtelingencentrum Kolthoven in Epe werden 7 Hongaarse bruidjes afgehaald door 7 Hongaarse jonge mannen die het dagelijks kostuum verwisseld hadden voor de uniform van bruidegom. Met zijn 14 gingen ze naar de burgerlijke stand die voor dit massahuwelijk was overgeplaatst naar de zogenaamde gemeentewoning van Epe. De bruidsparen werden toegesproken door de gemeentesecretaris de heer Van der Roest, wiens woorden vertaald werden door een Hongaarse tolk. Gevlucht uit uw geboorteland, het land wat u zo dierbaar is, en aangekomen in een voor u geheel vreemd land, vangt u thans tezamen verenigd een geheel nieuw leven aan. Er zijn als ik een jaren tussen op toen, eer dat een keer kom uw korsak als daar uw le, zij thuis een uw korsak en jullie. Ook aan deze bruidsparen werd natuurlijk de vraag gesteld of ze getrouw alle plichten zullen vervullen die door de wet aan het huwelijk zijn gesteld. Ja. Dan verklaar ik, geachte ze naar mijn ambt verbonden recht in naam der wet, dat gij door het huwelijk aan elkander zijt verbonden. In de Rooms-Katholieke Kerk van Epe werden vervolgens 6 van de 7 huwelijken door een Hongaarse priester ingezegend. Samen met het 7e paar dat later nog in de hervormde kerk trouwde, poseerden de jonggehuwden voor de fotograaf, die maar naar de kerk was gekomen omdat hij geen kans zag in zijn kleine atelier zo'n massaal bruidsportret te maken.